dan zijn jullie Denske en welkom bij een nieuwe episode van H1Z1. Het is vandaag episode 3 en ik land ergens midden in een waai, in the middle of nowhere, ongeveer waar ik nou ook woon in het echt. Dus dat komt goed uit. Dan weet ik een beetje waar ik heen moet. Nee, even serieus. Zo ziet mijn omgeving eruit. Ik weet niet of jullie in de stad wonen, maar als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik zeg maar ongeveer dit. Alleen dan geen zand, dan is het gras, maar ongeveer hetzelfde uitzicht. In ieder geval, we zijn zojuist aangekomen bij episode 3 van H1Z1. Als jullie niet weten wat dit voor spel is, dan raad ik jullie aan om episode 1 te gaan kijken. Er staat een playlist in de beschrijving, kun je alle episodes terugkijken. In episode 1 leg ik mooi uit wat voor spel dit is en die deur ze dicht getimmerd, dus daar werk ik niet. Heel kort samenvatting, ik moet overleven, dat zeg ik iedere episode, want dat is ook in principe, daar ligt een molotov, nou ja, hou maar lekker. Zit hier iets binnen? Oh, godverdomme, ik heb dit spel alweer een week niet meer gespeeld. Dit wordt echt een, dit wordt een ramp. Oh, leuk, geef ammo. Oh, ik wou zeggen, en geen wapen, maar er lag een wapen onder. Ah, prima, prima, en een pet. Nou ja, wat wil een mens nog meer? Een pet en een pistool. Een ammo. Meer valt het er niet te wensen. Ik wou het zeggen, ik ben het gewoon helemaal kwijt. Oké, weet je, ik ben gewoon een stomme sukkel, dus we gaan gewoon verder. Holy fuck, hoeveel ammo ligt hier bij elkaar? Flikker gewoon alles hier op een hoop. Net zo makkelijk. Maar wij zijn natuurlijk op zoek naar de AR's. Dat is natuurlijk altijd waar wij... een... Ik had het vermoeden dat ik een deur hoorde. Ik had zo het vermoeden... Even wacht, hoorde ik nou een... Nee, dat is allemaal niet. In ieder geval... ik hoop dat jullie allemaal een fantastische dag hebben. Ik zit vast, verdomme. Voor mij is het... Het is... als ik deze video maak, is het woensdag. En ik heb deze week wel een mooi rustig weekje. Dus dat is wel lekker. Dus ik denk dat ik mooi vooruit kan werken. Dat is iets wat ik echt probeer te doen vanaf deze week. Echt video's vooruit maken. Want ik vind het gewoon kloot om altijd achter de feiten aan te lopen. En als het dan iets misgaat, dan heb ik weer geen video's. Oeh, kijk eens aan. Ah, dat speelt de body armor. Oh, God, doe de deur dicht. Maar ik heb deze week een soort van community week. En ik heb al deel aangenomen. Dus ik heb de hele week niks te doen. Er zijn geen docenten. Dus zo chill. Een beetje naar school gaan als je er zin in hebt. En weer naar huis gaan als je er zin in hebt. En dat is mijn week nu. Misschien geef ik nou iets te veel informatie. Hopelijk kijken ze niet van school. Ik zoek een helm. Ik heb een pet. Een pet is allemaal leuk en zo. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik heb iets super awesomes voor jullie. En dat is een sack opening. Oh, kijk eens aan. Wat fijn. Ik heb een sack opening. Een mystery bag. Nou ja, een bag opening. Ik vind een sack opening. Een green flannel. Oh, die heb ik al. Godverdomme, die heb ik nou twee. Nee. Nou, heel veel mensen vroegen waarom hier bij mij allemaal tekenen stonden. Dan kun je hier veranderen. Moet je daarop klikken. Dus daar heb je ook weer geleerd. Helemaal fantastisch en superieur. Waar moeten wij heen? Ik durf niet open te steken. Ik heb het idee dat iemand in de buurt is, maar ik zie hem niet. Ik ruik hem wel, maar ik zie hem niet. I can smell you! Maar even serieus, hier zit ergens iemand. Ik heb het hele idee dat ik deur hoor. Al die deuren zijn trouwens veranderd, hè. Dat zijn allemaal echt van die houten deuren geworden. Eerst was het allemaal van die vage shit. Zoveel tuurtjes. Hey, er ligt weer een pistool. Mij, die MO. Ah, godverdomme, ME12. Yep. Waar moeten wij heen? Zal die plek op de kaart te zien zijn? Kijk eens aan. God, hoeveel shit. Hey! Nates, daar zijn we dus goed mee. Episode 1 had ik bijna mezelf opgeblazen met die dingen. M9 had ik die al, volgens mij wel. We gaan eens even kijken waar we heen moeten. Dat is nog steeds niet bekend. Nou, weet je, ik pak ook nog van Molotov. Yep. Ik wil eigenlijk even de weg oversteken naar die, naar de pompstation. Ook al heb ik eigenlijk echt het... Oeh, kijk eens aan. Ook heb ik het idee dat het totaal niet veilig is. En hier ook niet. Valt niet mee. Valt niet tegen. Ik heb de hik en ik kan niet hikken, dat is leuk. Is die, die plek op de kaart aangegeven? Oh, dat godverdomme, ik speel de spel achterwaarde. Jee, wij zitten... Oh, wij zitten hier, moet je kijken. We zitten misschien net... Nah, ik denk het net niet. Maar we hoeven niet over te lopen. Noordoosten, we moeten naar het zuiden lopen. Dat is die kant, dat is ongeveer... Dat is die kant op. Dus ik loop... Oh, fuck, dat is een auto. Er staat al die tijd een fucking auto op de parkeerplaats. En ik had hem gewoon niet gezien. En ik ga toch nog heel even... Ik kijk even in die auto. Hopelijk is het geen trap. Ik kan niet zeggen dat die auto net al stond, maar... Enter vehicle. Alsjeblieft, dankjewel. Pak even die sparkplugs. Ik geef er niks om. Ik stap eruit. Hopelijk dat niemand eigenlijk een accu eruit jat. Dan ben ik wel de lul. Maar ik ga even kijken of hier een helm ligt. Want ik moet echt een helm hebben. Zonder helm worden we niet uit. Hey, zeg je. You gotta be kidding. Hey, dit is body armor. Fuck off. Ah, dat is gewoon een... Nou ja, whatever. Het is gewoon een helm. Die zijn niet tegen kogels bestand. En dat ding is wooden body armor. Dan zie je nog steeds dat daar een helmpje ligt. Dat is een, ja, het is geen bug, maar dat hebben ze bij deze game nooit aangepast. Dat zal nog wel gebeuren, want de game is alpha. Dat betekent dat hij nog niet af is. God, ik wil gewoon een andere helm. Is nou zoveel gevraagd? Ik denk dat ik eigenlijk niet meer mag klagen met alle spullen die ik al heb gepakt, of niet? Tju, tju, tju.
Hallo? Neem aan dat hier niemand is. Nope. Oké, weet je wel, ik pak de auto en ik toer er vandoor. Ik vind het mooi geweest. Let's go, Leo, Leo, Leo. Waar moeten we heen? Moeten we naar het... Moeten we die kant op, naar het zuiden. Fucking hell. Ik schrok me kapot. Ik hoorde een vogel. Sowieso. Spaak plukt. En starten die handel. We gaan op reis. Ik weet niet waar we uiteindelijk uit zullen komen. Hopelijk gaan we niet gelijk dood. Altijd als ik goede spullen heb aan het begin, dan gaan we fucking snel dood. Dan heb ik gewoon even helemaal geen zin in. Oh, hallo meneer de auto. Hallo. Er zitten twee mensen in. Ik weet niet of je uitstapt, maar ik rij gewoon door. Wat doe jij? Ja, hé, jij kan toch niet uit je auto schieten. Dus ik speel GTA, jongen. Hop. Mop, mop, mop. Gonna catch me, bro? Nou, oké. Mooi. Nou, die hebben we ook alweer afgeschud. Dus dan zie je maar weer, jongen. De GTA-kunsten van mij, die komen toch altijd weer goed van pas. Want die mensen, die kunnen mij niks maken, omdat ik zo goed kan rijden. Een beetje eigen ding. Sarcastisch eigen ding. Nee, maar we moeten hier daar even oppassen. We moeten ergens kunnen stoppen. Want volgens mij zitten wij al in de safe zone. Ik ga even hier de bos in. Ik zie die auto zo snel niet meer. Dus ik denk dat hij mij heeft laten gaan. Hoop ik. Dan zet ik hem hier zo neer. Even kijken. Wij zitten momenteel in J6. En dat is om precies te zijn hier. Dus met andere woorden, wij zitten helemaal mooi. Wij zitten hier perfect. Ik ga gewoon even chillen in mijn huisje. Ik kan wel rondrijden en op zoek gaan naar een helm. Maar ja, dat gaat fout. Dat weten we allemaal. Dus ik vind hem hier mooi staan. Moet even goed oppassen dat er geen mensen daar ook naar me toe sneaken en wat om hoofd te schieten. En dan wordt het wachten geblazen zoals elke sessie van H1Z1. Als je de game zelf hebt, dan weet je, het grootste gedeelte van de game is vaak wachten. En in ieder geval van deze game mode, want dit is Battle Royale, mocht je het nog niet weten. Maar het is gewoon spannend, dus dat maakt voor mij in principe niet uit. 10 dagen later. Dit is lang. Dit duurt echt zo lang. En het punt is, je kunt niet even weggaan, want je moet echt opletten dat er ineens een of andere smurf zo uit een of ander bosje komt kruipen. En we dadelijk ineens proberen te verkrachten. Dus goed je ogen open houden. Daar in de verte, daar wordt een special crate gedropt. Ik ga daar niet heen, want dat is meestal een val. En volgens mij, oh, dat gas komt er nou aan. Wij zitten nog steeds veilig. Ik denk, dat wordt nou weer verplaatst, helaas dan nog niet. Dan moeten we nog langer wachten. We kunnen op zich, ik wil eigenlijk een klein stukje vooruit draaien, gewoon om te kijken. Oh fuck, dat is de verkeerde knop. Hups, dat zou wel zijn. Als ik ineens heb beschoten en ik druk de verkeerde knop en dan stap ik uit. Moet oppassen dat niemand in de bosjes zit. De vorige keer zat iemand naast mij. Ik weet niet of jullie die laatste video hebben gezien. Maar, er zat een keer in bosjes en iemand zat in het bosje naast mij. Dat was een leuke verrassing. Ook al had ik hem wel. En 27 mensen remaining. Ik wil eigenlijk iemand dooddraaien, om eerlijk te zijn. Het is gewoon... Oh jongen, ik schrok mij de tering. Ik dacht dat een auto achter mij zat. Ik hoorde dat geluid van dat vliegtuig. God damn it. Hier is het einde van de map. Ik kan het ook niet verder zijn. Oh, we zitten al in I6. Niet I6, maar I6. Oké. Het huisje daar is zeker weten niet veilig. Zeker weten niet veilig. En maar even kijken, waar kunnen wij het beste staan? Wat is een mooi plekje? Het is geen van alle mooie, om eerlijk te zijn. Ik heb het idee dat we onze auto eigenlijk in de steek moeten laten. Maar wat ik doe, is ik zet hem hier neer. Hier, dit is op zich een best mooie spot. Vrij veilig, denk ik. Waarschijnlijk niet, want ik moet dus achteruit wegrijden. Maar wij komen er wel. Dat gaat lukken, jongens. Dat gaat lukken. De kans is dat ik daar gesniped word. Want daar bij die crate drop worden meestal snipers gedropt. Of meestal, de kans is aanwezig. Dus als iemand daar die crate drop pakt, een sniper krijgt, dan ziet hij deze auto schieten we mooi door mijn hoofd heen. Oeps. Kijk eens aan. Dan komen wat mensen aan. Dan wordt gezellig. En ik ben er vandoor. Adios. Ah, nee, dat meen je niet. Kan ik er niet langs? Ik kan er altijd langs. Ik kan alles. Oeps. Dat hoort niet. Oeps, zirip, zirip, zirps. Ik ga gewoon weg. Er waren twee mensen. Ze waren een team. Fuck dat. Het punt is nou dat ik gewoon een rijende fakkel ben. Iedereen ziet mij. Hup. En heel mooi geparkeerd. Weet je, ik laat alles erin zitten. Die auto kan eigenlijk een beetje gestolen worden. Moet oppassen dat er geen mensen in de buurt zijn. Hallo? Lijkt erop van niet. Ah, ik wist het! Ha!
Ik kan echt niet in third person schieten. Ik heb... Oh, er waren twee. Ah, ze waren een team, hè, die bitches. Ja, leuk, hè? Leuke, mooie auto. Top 23. Nog geen 20. Godverdomme. Poging 2. Fuck my life. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, jongens. Ik hoop dat het nou wat beter mag gaan, want ik schaam me eigenlijk best wel heel erg voor die van net. Het feit is wel, ik werd van twee kanten werd ik omsingeld. Ik werd door twee mensen die aan het team waren verkracht. Oké, dat weet ik. Maar alsnog vond ik het best wel zielig. En het feit is gewoon, ik ben zo slecht met schieten in third person. In first person kan ik dat wel doen, dus eerste persoon. Dan kan ik op zich wel schieten, maar dan vind ik het dus weer irritant te lopen. Dus ik kan daar geen evenwicht in vinden. Het is nooit zoals ik het wil hebben. En oké, heb ik nou serieus het ene huis gevonden waar gewoon letterlijk helemaal niks in te vinden is? Nou, dat is fantastisch. Dit is fantastisch. Kijk eens aan. My luck. Hier heb je het. We zijn in ieder geval nou met 24 mensen. 124 moet ik zeggen. En dan moet je eens opletten hoe snel dat bergafwaarts gaat. Hoe snel mensen doodgaan in deze game mode. Want dan viel me de vorige match al op. En denk, ga nou even kijken. Oh nee, de deur gaat open. Ik weet niet of dat een goed teken is. Er ligt een fucking wapen op de tafel. Dus ik denk dat hier nou niemand is. Doe de deur dicht. God. Ah, ik druk dat die knop dubbel in. Hij reageert zo verschrikkelijk laat. Oké, we hebben hier al wat wapens gevonden op het tafeltje. Dus dat is al een mooi begin. We kunnen onszelf alvast verdedigen. Dat is een heel mooi binnenkomen. Ik heb het idee... Oeh, ik doe even de deur dicht. Oké, houdoe. Er zijn al zoveel mensen in de buurt. Ik heb het idee, als ik daar die slaapkamer deur open doe, dat daar een AR in ligt. Dan gaan we zo kijken. Als dat waar is, zeg, serieus, dan ga ik morgen nog een loterijlot halen. Want dan heb ik speciale gaven. Hier liggen helmpjes. Ik heb al een andere helm, of niet? Heb ik zo'n andere helm? Ja, ik heb zo'n andere helm. Zet ik zo meteen wel op. Weer? Oh! Ik druk constant die knop dubbel in. Daar word ik stom ziek van. Hey, meer ammunition. Dat pistooltje heb ik al, dus die hoef ik niet mee te nemen. Zo. Ik neem al die ammo mee. Het is niet vooral voor mij. Want ik gebruik toch al die pistooltjes niet. Je kunt er eigenlijk maar één gebruiken tegelijkertijd natuurlijk. En geen AR helaas. Maar het principe is zo dat andere mensen sowieso die dingen niet tegen mij kunnen gebruiken natuurlijk. Overal is over nagedacht. Echt, we hebben alle pistooltjes die we kunnen vinden. Maar geen AR. En ik doe de deur dicht. Adios. We gaan eens kijken wat hebben we nou eens allemaal opgepakt. Daar ga ik even switchen. Ik hoef geen... Waarom ben ik zo traag man als ik dingen switch? Dit is echt lang. Moet je kijken. En dat ligt niet aan mijn pc, geloof mij. Dat ligt niet aan mijn pc. Ik ga eerst eventjes dingen shredden. Er ontploft een auto zojuist buiten. Dat is gezellig. Als je nog een auto moest hebben of auto onderdelen, ze liggen hier buiten. Je mag ze gaan oprapen. Ik ga even dus wat dingetjes shredden. Heel belangrijk. Heel erg belangrijk zelfs. Wapens laden. Als er iemand binnenkomt moet ik wel kunnen schieten natuurlijk. Ik pak een M9, die schiet snel. Vind ik fijn. Shred nog wat patches. En dan gaan we er zo meteen weer op uit. En ik spawn best wel vaak hier bij deze plaats. Maar dit is ook wel een van de beste plekken om te zijn. Omdat hier altijd actie is. Dat is wel het leukste. Zo. En dan gaan we nou eventjes alles bij elkaar flikkeren zo. En dan krijg je een bandage. En zo werkt dat. Dit is realistisch. Ik weet niet zeker of ik een deur hoorde. Nope. Blijkbaar niet. Ik dacht even dat ik een deur hoorde. Oh, wacht. We hebben nog niet alle deuren gehad. Deze kan er open. Ligt hier... Nope, helemaal niks. Oh! In de badkuip, de meest efficiënte plek ever. Ligt er nog iets achter? Soms zitten achter die deuren. Ik doe gewoon telkens weer die deur open. Dat is echt verschrikkelijk dan. Alles reageert zo laat. En dan heb je al vaker een update. Dan hebben ze dingen aangepast. En dat is niet helemaal toppie. Dat was eerder al met dingen oppakken. Een paar updates geleden. Toen heeft ze dat weer veranderd. Ik moet een shotgun hebben. Ik moet serieus een shotgun hebben. Maar ik ga eerst even naar mijn overburen. Of mijn achterburen is het eigenlijk, hè. Ah, van fuck, de deur is dichtgetimmerd. Ja, we moeten naar binnen komen. Ze zijn nog, je hebt een sleutel. Oeh. Hallo? Hallo? Wat, is dat een blauwe huis of is het ergens anders? Dit is dus waar mensen snel doodgaan. Gewoon precies dit. Je kunt je schoenen uitdoen, hè, dan horen mensen je minder goed. Daar is ammo. Ik weet niet of hier iemand binnen is. Ik heb het idee van niet. Maar ik ga toch even kijken. Hier liggen wapens en shit. Dus ik denk dat hier niemand binnen is. Dus ik doe even die deur dicht. Voel. Geef mij maar dat mooie petje. Daar lag ammo. Godverdomme. Ik weet niet waar. Oh, dat is de pistol ammo. Dat pakt allemaal maar. Yo. Ik ben gewoon op zoek naar een AR. Dat is het enige wat ik zoek. God, weer die deur. Zo, deur. Alsjeblieft. Sesame open of zo. Nee, dat is niet. Open sesame is het of zo. Weet ik veel.
De Engelse variant. Sesam, open nu! Als je het zo willen. Er moet er ergens iets van waarde zijn. Kan het niet zijn dat ze nergens wat spullen binnen hebben liggen? Godverdomme zeg. Hier worden we ook niet heel veel wijzer van. Ik ga weer via de achterkant, dat vind ik veiliger. Kom even rondkijken. Waar zijn de mensen? Het is zo rustig. Oké, we worden al mooi onthaald met wat ammo. Maar nog steeds geen AR. En ik heb het idee dat iemand op de badkamer zit, serieus. Ik vertrouw deze badkamer niet. Godverdomme. Nope, niemand in de badkamer. Hey, de first aid kit, altijd achter de deur verstopt. Wat een verrassing. Heb ik hem ik heb hem opgepakt. Alles is echt vertraagd, dat is echt raar. Kan ik die hierbij zetten volgens mij? Nee, dat past weer niet. Goh, wat een toeval. We gaan gewoon eens op de kogels af. Ik hoor hier mensen schieten, we gaan ze opzoeken. Oh shit, nou begint heel dichtbij te komen. Serieus, dit is fucking close. Ik zou ze bijna moeten zien, toch? Waar zijn ze dan? Ik zweer het, ze zijn hier. Waar? Waar zijn jullie? Oh, daar heb je er eentje springen, zie je dat? Laat hem maar mooi springen. Als ik de kans krijg, schiet ik hem af. Daar staat hij voor mij. Er staat iemand voor deze schutting. Daar zit hij binnen, jongens. Er zijn twee mensen in het huis tegenover mij. Oh, no, 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 no. Oké, weet je wat ik doe? Dit is er. Ik heb er sowieso eentje. Sowieso eentje. Kom maar, kom maar. 3, 2, 1. Oké. Jongens, ik heb hier een klein beetje gefaald. Nu heb ik een klein beetje fout gemaakt. One down. Man down. Oh, shit. Verder binnen. Verder boven. Yeah. Ik moet mezelf healen. Ik ben aan het bloeien. Ik heb er één dood. Dat is het belangrijkste. Oh, dat was intens. Dat was intens. Wat? Zag je mijn aim, jongens? Zag je mijn aim? Dat was echt awful. Yeah. Oké, we gaan eens kijken. Hij zit hier al schutting op huis. Ik heb er eentje dood. Die tweede moet hier nog zijn. Dat is maar één ingang. En dat zie je. Waar moeten wij überhaupt heen? Even kijken op de kaart. Wij zitten nog steeds veilig. Oh, dat is wel gunstig. Dat is een goed tips. Hoef ik me tenminste niet te haasten. Doe mij nog maar een beetje bandage. Oh, dat is al gebeurd. Jammer, doe ik er nog één. Jammer dan. Ah, nee, ik kon niet rennen. Mijn poppetje zat vast aan de grond. What the fuck was dat? Ik had zo'n goede aim. Dat was gewoon een ultieme winkant. Hij bloedt volgens mij bijna dood. Damn it! Ik ga nog één match doen. Fuck dit. Ik zal er heel eerlijk over zijn, maar dat van net had ik moeten winnen. Punt uit. Ik had de eerste kill, prima. Die tweede, ik schoot serieus alles gewoon raak. En mijn wapen was leeg of zo, weet ik veel. En ik kan ineens niet meer bewegen en ik word neergeschoten. Fijn, goed spel. Werkt ook goed en zo. Nooit toegeven als je doodgaat, maar even serieus. Alsnog ben ik het er echt over eens dat ik daar had moeten winnen. Ook al had ik al één kill. Dus ik was tevreden, jongens. Er waren twee mensen aan het teamen waren. Ik heb er tenminste één uitgeschakeld. Dat was ons doel. We zijn weer op dezelfde plek. Je spant ik bijna altijd hier. En op zich is dat helemaal niet erg, want dat is wel de leukste plek. En overleven het minst lang, dat is ook goed. Want ik ben echt lang aan het recorden. Ik weet helemaal niet hoe lang deze video wordt. Hopelijk niet al te lang. Hello? How are you doing? Bye bye. Ik vertrouw me voor geen meter. Liep hij nou serieus dit huis voorbij? Really? Geef mij even al die wapens. Dat was niet van mij bedoeld, volgens mij. Er was iemand anders in de buurt, zo te horen. You die! Zo. Je moet eigenlijk in third person kijken. Kan ik ook door de raam in kijken of er mensen aankomen. Tudum. 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 Ik weet niet of jullie het kennen, Pink Panther. Ik kwam vroeger al op tv. Oh. Oh, wat een aangename verrassing. Dankjewel. Het leuke is, ik ben heel blij met die AR's, maar ik kan er niet mee overweg. En dat is dan weer het probleem wat ik dan heb. Ik kan er gewoon niet mee schieten. Zo, en een mooi shirtje erbij. Doe mij die helm even af, want die heb ik niet meer nodig. Zo. En dan pakken we deze helm. Kijk eens aan, man. Er ligt nog een AR. This is heaven. Volgens mij zijn we al dood. We zijn in de hemel beland. En wel een beetje een gekke plek dan. De hemel met allemaal AR's en wapens en shit. Ik zeg geen nee tegen. In ieder geval voor deze game.
Pak nog een spelletje, kan mooi shredden. Ja, op zich heb ik nou bijna niks klaar. Het enige wat ik nou nog wil hebben is gewoon extra ammo. Maar dit is wel een goede binnenkomen dit. En als het kan, graag nog een first aid kitje. Hebben we een first aid kit? Alsjeblieft, nee. Nope. Het lijkt erop dat we dat dan weer net niet krijgen. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Ik ga even dingen shredden en dan gaan we op zoektocht naar mensen. Zullen wij erop uitgaan, jongens? Zullen wij de wereld intrekken? Zag ik hier nou... Oh, dat ik ammo zag liggen. Ik heb eigenlijk de neiging om weg te gaan. Tegelijkertijd durf ik dat gewoon niet. Ik ben pussy. Nee, maar waar moeten we heen? Er werd hier overal geschoten. Er zit sowieso iemand in dit huis. Ik kan niet eens over het hek. Dat kan normaal wel. Oké, ja, ja, goed. Zo, mooi, maar mooi. Ik weet niet of hier nog steeds iemand binnen zit. Van strak er wel heen. Dus het kan zo aanwezig zijn dat er inderdaad nog steeds iemand is. Maar tegelijkertijd, dan zal er niks binnen liggen. Dus dan is er voor mij nog geen reden om er binnen te gaan. Ik loop er gewoon omheen. Gewoon alsof ik dom ben. En de reis vervolgt. En ik let eens even op de raampjes, maar ik zie niemand zitten. Is hier iemand binnen? Er ligt in ieder geval wel een pistooltje zonder ammo. Dus er is wel iemand binnen geweest, denk ik. Ah, dit is fucking lelijk. Ik kom net met mijn hoofd boven de schutting uit. Heb je de schutting verlaagd of zo? Normaal is het er niet. Oké. En we gaan verder. Is hier iemand binnen? Dit is gewoon inspectie. Ik kom gewoon even inspecteren of alles allemaal goed verloopt. Het enige wat we hebben is een first aid kit. Serieus, als ik nou één keer in een gevecht kom, dan bloed ik uiteindelijk toch dood. Wat ik me net eigenlijk realiseer is, hè, ik ben net twee keer dood gegaan, maar beide keren waren momenten waarbij twee mensen aan het teamen waren. Dus in principe is het daar helemaal niet zo heel slecht. Oké, de laatste was wel meer een 1-op-1 gevecht, maar ze een soort van opsplitsten. Maar alsnog, ze waren aan het teamen. Dus volgens mij zit ik mezelf gewoon een beetje goed te praten. En hier ligt gewoon een shotgun binnen. En die vind ik heel erg mooi en die wil ik hebben. Oh nee, fuck, dat is een shotgun. Verdomme. Ik dacht echt dat dat een shotgun was. Van een afstandje leek dat, laat mij. Nee, ik schrijf first aid kits. Nope. Volgens mij moeten wij zo meteen gaan verhuizen. Zo. Wat ik altijd raar vind is dat je ons naar huis binnenkomt. En dan blijkt dat hier nog nooit iemand geweest is. Achter de deur, maybe. Please. Cheese. Nee, geen first aid kit. Helaas. Helaas. Het is ook niet altijd feest, toch? Waar moeten wij heen? Waar gaat de reis naartoe? De reis die gaat nergens naartoe. Want we zitten nog steeds in E5. En dat is nog steeds prima. Leuk. Jongens, we hebben zojuist iemand gevonden die over de weg heen loopt. Kijk eens. Altijd mensen weer met geluk, hè. Omdat ze tegenover mij komen en ik niet kan schieten. Altijd weer dat geluk wat die mensen hebben. Altijd weer dat geluk. Kom zien. En dan ben je hem kwijt. Dat is het allerergste van alles. Dan val je zo hard met schieten. Dan heb je één koningse pest. En je bent die enemy kwijt. Oh, je ziet hem. Ik zie hem staan. Daar. Kom dan. Hij laat zijn hoofd niet zien. Het liefst zou ik nou een granaat willen gooien. Dat zou wel grappig zijn, dat nou een granaat zou gooien. We kunnen oversteken, schijt hebben. Weet je, dat doen we. Ik ga oversteken. Stik over. Uh-oh. Oh! Au! Shit, hij was in het verkeerde huis. Damn it! Waar is zij? What? Oh, hacker! 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 Fuck dit, hij is een hacker. Bitch hacker. Ah, what the fuck is hij? No, no, I'm dying, I'm dying. It's a hacker, it's a hacker. What the fuck is hij? Ik ga hier gewoon naar boven. Als hij echt een hacker is, dan zal hij me hier wel vinden, anders niet. Ik ga mij eigen healen. Sowieso hacker, 100% zeker. Dat was overduidelijk. Zag je hem vliegen, man? Gekke Tarzan. Ik zal heel eerlijk zijn, ik hoor hem nog steeds lopen. Hij is hier nog steeds. Hij is nog steeds bij dit huis. Ik heb maar 65% health. Ik ga hem gewoon proberen te healen. Daar is hij. Hacker! Hacker! Wat? Ik heb hem dood! Oh, wat? Ik heb hem gewoon dood! I killed the hacker! Ik weet niet of hij de hacker was. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb niet op de kleding gelet. Volgens mij was hij... En zijn zak. Oh nee, zijn zak is hier. Of hij moet zo erg laggen. Maar hij ging helemaal de grond in. Je zagen het gewoon.
Dat was echt niet normaal. Wat hier zojuist gebeurde, ik heb er echt geen verklaringen voor. Dat was fucking random. Doe maar mij een beetje van... En de rest heb ik niet nodig. A scrap of cloth. Kijk eens aan. Ik pak gewoon, fuck it. Ik pak een banner. Of een first aid kit. Wij moeten volgens mij echt gaan lopen. Want anders ben ik daar ook te lul. Oh, we zijn nog steeds veilig. Wij zitten nog steeds veilig. Holy shit. Maar ik heb gewoon een hacker. Fuck jou. Lekker boy. Hebben we ammo? We hebben ammo voor de shotgun. Helemaal mooi. Helemaal mooi, mooi, mooi. Dat ding is geladen. Dit ding zit ook vol. Hey, ja, heb ik ook meer dan genoeg kogels van. Wij moeten denk ik gaan verhuizen. E5, ja. Ja, we zitten in dat woningblok ding. Dus we zijn in principe nog steeds veilig. Dat is op zich wel chill. Het moet of een hacker zijn geweest of iemand met extreem veel lag. Maar je zou hem gewoon vliegen en door de grond ingaan. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Echt niet. Ik heb geen flauw idee. Maar hij is dood en dat is het allerbelangrijkste. En ik zo meteen ook denk ik als ik hier blijf staan. Misschien beter om weer naar binnen te gaan. Ik blijf even binnen. Ik vond het best wel gezellig. Achter de deur. Zo, dat niemand me vindt. Kan ik ook mooi door de muur in kijken. Kijk eens aan. Helemaal mooi. Jongens, er zit iemand binnen. Als je hem ziet, er zit iemand binnen. De vraag is alleen aan welke kant komt hij. Oh, die was nice. Die was nice. Surprise, motherfucker! Die was geweldig. Die was serieus geweldig. Fucking hell. Die was awesome. Ik weet niet of hij een vriendje heeft. Ik ga er vanuit van niet. Nope. Deur, achterdeur is open. Nou ja, jammer. Kijk, watch. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Zoveel spullen. Ik gooi gewoon allemaal zooi weg dat ik niet nodig heb. Beetje van die, beetje van die. Wat is dit? Dit is AR-15 ammo. Dan heb ik die helemaal niet nodig. Flikker die allemaal weg. Drop. AR-15. Hoezo kan hij zoveel ammo meenemen? Hoe krijg je dat überhaupt voor elkaar? Oké, die mag ook weg. Ik flikker al die pistol ammo. Ik gebruik die toch niet. Zo. We moeten zojuist gaan lopen. Dit wordt het moment van de waarheid. Oh, wacht. Ik pak nog even één zo'n dingetje. Vol 100%, anders gaan wij niet erop uit. Maar wij gaan sowieso dood. Sowieso. Ik vond dit wel grappig. Ik hoorde iemand. En hij had mij gezien. En we schoten allebei tegelijkertijd. Alleen, hij had niet op de raampjes gelet. Oh shit. Ik moet eerst weten waar ik heen wil. Ik moet naar... ik zit in E5. Dat is hier zo. Noordoost, zuidwest. Ik moet naar het Noordoost, zuidwest. Naar het zuidwesten. Dat is... Waar is de heen? Oh, verdomme. Dat is die kant op. Oké, we gaan er vandoor. Let's go. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Al zoveel vertrouwen. We zitten inmiddels in D6. Ik weet niet of dit een betere plek is. Ik ga hier even in de bosje staan. En dan gaan we even kijken of wij hier goed zitten. Wij zitten dus in deze. Ik kan het niet zien. Deze, dat is hier. Klopt dat? Dan zitten wij veilig. Wij zitten veilig. Kijk eens aan. Heel mooi. Kei mooi. 27 mensen over. Dat valt niet tegen. Dit was sowieso de leukste rond tot nu toe. We hebben tenminste kills. Dat is altijd awesome. Daar zit iemand in de verte. Ik weet niet of je hem zag. Daar springt hij. Zie hem rennen. Ik ben benieuwd of hij kan zien. Oh jongen, ik schrok mij kapot dat hij mij aan het schieten was. Oh, daar zit iemand. Ik kan hem niet zien. Oh fuck, de gast komt heel dichtbij. Ah, ik dacht dat ik veilig zat. Rennen! Rennen voor het gas! Ah, ik zit hier veilig. Verdomme, ik zat net op die grens. Dan ga ik achter deze stenen. Hopelijk, er zit sowieso niemand naar achter mij. Auw, ik schrok mij kapot, man. Ik schrok mij kapot. Oh ja, ga staan. Nou helpt. Hij wordt van achter nou aangevallen. Wacht maar. Oeh. Laat ze hem even op elkaar schieten. Waar is hij? Ah! Nee! Hij had hem achter zich al dood. Ik denk hij wordt van achteren gesneakt. Alleen hij had hem waarschijnlijk al dood of zo snel. Of die waren een team. Volgens mij niet. Fuck dit. In ieder geval top 24. Ik vind het prima. Deze ronde was awesome. Deze was spannend. En nog steeds weet ik niet of die gozer die eerste kill in deze ronde een hacker was of iemand die extreem slechte verbinding had. Persoonlijk denk ik toch een hacker als je zag wat hij allemaal aan het doen was. En hij wou echt niet kapot. En ik zal natuurlijk niet alles raakgeschoten hebben. Dat is waar. Maar toch was het een beetje raar.
In ieder geval, als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Laat in de comments achter wat jullie daarover denken. Of het nou een hacker was, of het was gewoon pure lag, of wat dan ook. En hoop ik jullie bij de volgende video weer te zien. Dus tot dan, en houden we.